En dan, even kijken. Vuurwerk hebben we gehad. Filmpje van Trump hebben we gehad. Corona hebben we gehad. Wat was er nou nog meer? Je zou het bijna vergeten, maar ook in deze coronatijd is Nederland druk bezig om van het gas af te komen. Oh ja, kut, het gas. We willen geen aardbevingen in Groningen meer en we moeten minder CO2 uitstoten. En daarom gaan we ook stoppen met aardgas. De meeste Nederlanders verwarmen hun huis ermee, dus stoppen is een gigantisch project dat honderden miljarden euro's gaat kosten. De kabinetsplannen met de ombouw van gas naar duurzaam betekenen een megaklus voor gemeenten, netbeheerders, installateurs en ook consumenten. Dit zijn Henk en Ingrid uit Utrecht. Ja, zo heten ze echt. Ze willen in hun jaren 30 woning vrijwillig van het gas af. Wel ja, haal de jaren 30 er maar weer bij. Alleen omdat die mensen Henk en Ingrid heten. Kom op zeg. Bovendien, Henk en Ingrid willen juist van het gas af, hè? Daar hebben ze zelfs een vlog over. De energieadviseur is net langs geweest, maar het mooiste was nog, hij denkt dat het kan. Van gas los. Ja. Hashtag. Hashtag. Nou, tot de volgende keer. Doei. Doei. Hashtag. Ja, Henk en Ingrid zijn extreem gemotiveerd om van het gas af te gaan. Ingrid werkt toevallig ook bij Alliander, de grootste netbeheerder van Nederland. Die betaalt ook de productie van die vlog, maar daar gaat het niet om. Waar het om gaat is dat heel Nederland moet stoppen met aardgas. En dat zijn veel huizen. Want van de 8 miljoen huizen in Nederland heeft 91% een gasaansluiting. In 2050 moeten al die huizen van het gas af zijn. En Henk en Ingrid hebben er dus heel veel zin in. Maar er komt aardig wat bij kijken. Hier gaan ze langs bij iemand die het al voor elkaar heeft. Dit is de unit die de zonneboiler aanstuurt. Dit is het pompje. Dit is de warmtepomp, aansturing. Ja. En dit is de radiatoren eerste verdieping. Dit is echt een enorme installatie en een enorm puzzel, lijkt mij. Ja, deze meneer die heeft er speciaal een kamer voor opgeofferd. Jonge stelletjes moeten zich tegenwoordig afvragen, nemen we nog een kind of een warmtepomp? Ik weet trouwens niet wat duurder is. Dit is de zonneboiler. Dit kost 4000 euro. En de hele zonnecellen set, alles door elkaar, is ook 4000 euro. En alleen deze zonnecellen, of deze zonnecollectoren, waren al 4000 euro. En dan heb ik het nog niet over de installatie die beneden staat. Dit was vet. Ja, echt heel leuk. Ja, echt heel leuk. Informatie over hoe duur bepaalde dingen op iemands dak zijn. Hashtag, woehoe. Iedereen zou dit wel willen, maar het kost dus wel ruimte en een heleboel geld. En als het over een heleboel geld gaat, dan kijk ik altijd even naar RTL Z. Zonnepanelen, we hebben de warmtepomp. Ik moet vloeren gaan isoleren, ik moet muren gaan isoleren. Wat gaat dit allemaal kosten? Het totale plaatje kan dan in de orde van 25.000 tot 30.000 euro zijn. Dat is echt heel veel geld. Dat heb ik niet zo in een oude sok liggen. Ja, bij RTL Z hebben ze wel verstand van geld, maar ze hebben het niet per se zelf. Zoals Frank Evenblij een sportprogramma heeft, zeg maar. Haar kost het dus 30.000 euro. Het planbureau voor de leefomgeving rekende uit wat het kost om een woning met energielabel D, dat is net onder gemiddeld, van het aardgas te halen. Dat betekent dus helemaal isoleren, dubbel glas en zo, elektrische verwarming inbouwen en zonnepanelen om de stroom te compenseren. En dat kost gemiddeld 35.000 euro. Dat is een hoop geld. Maar je krijgt er ook wat voor terug. Het planbureau voor de leefomgeving wint er geen doekjes om. Het verduurzamen van je huis is niet rendabel. Oké, je krijgt er niet heel veel voor terug. Een geïsoleerd huis is fijn, maar je bespaart er hoogstens 50 euro per maand mee. Dus uiteindelijk verdien je die 35.000 wel terug. Het duurt alleen een jaartje of 58. Dus één ding is duidelijk. Aardgasvrij worden, dat doe je niet voor het geld, maar voor de wereld. En daarom wordt het ook niet overgelaten aan individuele burgers, maar heeft het Rijk in heel Nederland wijken uitgekozen als proeftuin om aardgasvrij te worden. Het idee was, het Rijk betaalt, maar de gemeenten moeten het uitvoeren. Hebben die daar eigenlijk verstand van? We weten nog niet precies hoe het moet. We weten nog niet precies hoe we het financieel gaan regelen. We weten nog niet precies welke aanbiedingen er op de markt zijn, voor welke technieken we gaan kiezen. Oké, dit komt helemaal goed. Nou, dit was 2017 en inmiddels zijn de eerste woningen van het gas af, namelijk in Purmerend in de wijk Overware. Overware. Hij ziet er geweldig uit, toch? Een deel van de Purmerendse wijk Overweren is vanaf nu officieel aardgasvrij. We zijn begonnen in 2017 met de planning van een pilotwijk. En die pilotwijk is onderdeel van de proeftuin. Een pilotwijk in een proeftuin. Ja, en die proeftuin valt onder het oefentraject van het probeerexperiment. In Overweren is vorig jaar dus zowaar het eerste huis van het gas afgegaan. En dus ging minister Wiebes met de koning op pad. Ik was vandaag met de koning op pad. En het thema was geothermie. Het is eigenlijk de nieuwe delfstof. Warmte.
Dus we hebben hier een hoop werk, maar dat was vandaag, en dat viel echt op, een hele hoop enthousiasme rond dingen die goed gingen. Er waren bijvoorbeeld krentenbollen bij de lunch, dus dat ging goed. Ik heb 0 keer overwear gezegd, dus dat ging ook super. En je denkt, jeetje, als Wiebes bij elk huis dat wordt afgekoppeld met de koning op bezoek komt, dan wordt dat veel te veel gedoe. Maar wees gerust, dat valt mee, want er zijn tot nu toe in heel Nederland in 2 jaar tijd pas 86 woningen van het gas afgehaald. En we moeten er dus 7 miljoen. Ik begin me gewoon een beetje zorgen te maken. En niet alleen over het tempo, want er is nog iets belangrijkers. En dat zijn de alternatieven voor gas. Want als je niet aan het gas zit, hoe blijf je dan warm? Nou, de makkelijkste optie is Mart Smeets. Je trekt zijn trui aan en je stookt hem op in de open haard. Nou, daar heeft misschien 1 gezin 1 week plezier van, maar op wijkniveau is dat geen duurzame oplossing. Dus daar kijkt de overheid op dit moment niet naar. 2 dingen waar we nu voornamelijk mee werken, dat zijn een warmtenet, waarmee je in 1 keer een hele wijk verwarmt. En een warmtepomp, die zet je per huis op het dak of op het balkon. En voor zo'n warmtenet moet je dus ergens op een centraal punt water verwarmen. Voor de aansluiting op het warmtenet zijn 2 buizen nodig. Maar in de bodem liggen vaak al leidingen en kabels. Het kabel- en leidingoverleg, een samenwerkingsverband tussen bedrijven die in de grond werken, hamert er daarom op dat alle nieuwe en onverwacht aangetroffen kabels en leidingen gemeld moeten worden. Het kabel- en leidingenoverleg. Oké, heren, wat denken jullie dat het is? Ik denk een kabel. Ik denk een leiding. Let's agree to disagree. En als het water ergens centraal is opgewarmd, dan moet het die huizen in. Luister maar naar deze meneer, die niet precies weet wat met alle respect betekent. Het lijkt heel simpel, van het aardgas afgaan. Maar met alle respect, deze buis moet de woning in. Ik heb slechtere beginscènes van pornofilms gezien. Oké. Een warmtenet is dus eigenlijk een centrale verwarming. Maar dan is wel belangrijk, hoe wordt dat water verwarmd? Zonnepanelen, windmolens. We staan hier in de biomassa-centrale van Zaandam. De snipperhal waar het snoeihout uit Nederlands park- en bosbeheer wordt verwerkt. En dan zie je hoe die chips, noemen wij dat, in het distributiesysteem komen naar de 2 ketels toe. Ja, je ziet dat de chips eigenlijk heel rustig en vrijwillig naar de ketels toekomen. Biomassa dus. Op steeds meer plekken in Nederland staan biomassa-centrales om de energie op te wekken voor de verwarming van huizen. En dat zijn soms best grote fabrieken. De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de bouw van de centrale. Aanstaande maandag pakt deze enorme grijper voor het eerst snoei- en afvalhout. Oh, ik heb dit zo vaak gespeeld. Je krijgt dat mannetje nooit. En soms heb je hem even te pakken, maar dan flikkert hij die toch weer uit op het eind. Echt kut. Maar het grote probleem met biomassa is dat je eigenlijk gewoon hout aan het verbranden bent. En daarbij komt veel CO2 vrij. Hoeveel CO2? Nou, ongeveer 2 keer zoveel als bij aardgas. En als je overstapt van aardgas op biomassa, ga je dus 2 keer zoveel CO2 uitstoten. En dan kun je zeggen, maar we gooien er alleen maar dode bladeren en takjes in. Maar er zijn niet genoeg dode bladeren en takjes in Nederland. En dus is iedereen er biomassaal tegen, behalve het kabinet dan, maar die zijn er gewoon vol voor gegaan, dus die kunnen nu niet meer terug. Oké, van het gas af en aan de biomassa heeft dus geen zin. Maar gelukkig wordt niet elk warmtenet op biomassa gestookt. Er is namelijk een veel groener alternatief, namelijk aardgas. Yeah! Daar waren we toch net vanaf? Dat klopt. Nederland sloopt het aardgas uit de huizen, sluit ze aan op een warmtenet en we stoken het warmtenet op aardgas. Bij Eneco bijvoorbeeld komt meer dan de helft van de warmte voor warmtenetten uit gascentrales. Dat is op zich slim, want aardgas is niet duur. Het stoot 2 keer zo weinig CO2 uit als biomassa. Maar dat is dus niet van het gas af. Je gaat van een gasketel in je huis naar een gasketel verderop in de wijk. En sommige warmtenetten gebruiken restwarmte van de industrie. Dat is heel goed, maar daar kun je natuurlijk niet heel Nederland op verwarmen. Oké, een lokaal warmtenet is niet altijd duurzaam. Maar er is dus nog een manier om je huis te verwarmen zonder gas. Een warmtepomp. Ik ben Piet, dit is mijn huis. Op het dak staat de warmtepomp. Deze is om de warmte uit de lucht te halen. Als die heel hard draait, dus 'winters, maakt die wat lawaai. Maar hier op het platte dak geeft het niet. Het is verdomme begin november en er staat alweer een Piet op het dak. Een warmtepomp is een apparaat dat water verwarmt voor de centrale verwarming. Het is duur en je moet de radiatoren vervangen, maar je bent wel echt van het gas af. En er hoeft geen biomassa-centrale in de wijk, want een warmtepomp loopt op elektriciteit. Veel elektriciteit. Dus dan is het wel even belangrijk om te kijken, hoe wordt die stroom dan eigenlijk opgewekt? We zagen er net zonnepanelen, maar die doen het vooral als de zon schijnt. Dus in de winter, als het koud is, komt de stroom voor die warmtepomp vooral uit het stopcontact. En wat komt er dan uit het stopcontact? Dat is een beetje gênant.
Want kijk, dit was afgelopen winter. Beetje steenkool, weinig zon in de winter, lekker wat wind, beetje biomassa en 2/3 aardgas. Dus als je van het gas afgaat en je neemt een warmtepomp, dan loopt die warmtepomp ook weer grotendeels op aardgas. Waarom doen we dit? Kijk, even voor de duidelijkheid, het gasverbruik omlaag brengen, helemaal top. Al was het maar voor Groningen. Want we zijn al aan het stoppen met Gronings gas, maar het is nog altijd 13% van het aardgas dat we gebruiken. En hoe minder, hoe beter. En als je nieuwe huizen bouwt, is het super logisch om die meteen aan een warmtenet te leggen of om alvast warmtepompen in te bouwen. Want op een dag hebben we hopelijk wel genoeg groene stroom. Maar om nu als een gek bestaande wijken los te koppelen van het aardgas, dat is totaal niet efficiënt. In andere landen zitten ze dan ook op een heel ander spoor. Aan de Nederlandse kant worden huishoudens gestimuleerd om van het gas af te gaan, terwijl er verderop in Duitsland honderden euro subsidie worden uitgedeeld om juist op die energiebron over te stappen. Ja, in Duitsland, maar ook bijvoorbeeld in de Verenigde Staten en China en Australië zien ze aardgas juist als een handige tussenvorm van energie. Op een dag zijn er misschien genoeg windmolens om alles op groene stroom te doen, maar tot die tijd is aardgas een slimme manier om zo min mogelijk CO2 uit te stoten. En daar zijn ze dus aardgascentrales en gasleidingen aan het aanleggen als backup voor windmolens en om minder olie en kolen te hoeven stoken. Damit machen wir die Gasinfrastruktur für die Energiewende nutzbar. Die Gasinfrastruktur ist quasi die grüne Batterie der Energiewende. Erdgas ist ein Teil der Lösung und nicht ein Teil des Problems. Ja, in Duitsland zijn ze dus jaloers dat wij al zo'n chic aardgasnet hebben. En dit was een promofilmpje van de Duitse energiebranche, maar ook de Duitse minister van Energie, Peter Altmaier, heeft gezegd: gas is sexy. Sexy gas, of niet? Maar wij hebben dus bedacht dat wij ons aardgasnetwerk koste wat kost willen ontmantelen, terwijl we nog geen geschikt alternatief hebben. Frankrijk is trouwens ook interessant, want daar komt 3/4 van de stroom van kernenergie. Dat stoot geen CO2 uit, dus als je daar overstapt op een warmtepomp, heeft het wel meteen zin. Oké, we zijn dus niet heel slim bezig, maar wat moeten we dan doen in Nederland? Nou, dat moet je niet aan mij vragen, ik maak alleen maar grapjes, hè. Maar als je toch aan mij zou vragen, zou ik zeggen, bouw een kerncentrale of desnoods nog meer windmolens. Maar ga vooral als een gek huizen isoleren. Te beginnen met de slechts geïsoleerde huizen. En dus niet zoals die huizen in zo'n proeftuin. We hadden voor die tijd dubbelglas. Daar hebben we nu allemaal 3-dubbelglas. Dat betekent ook geen geluid meer van buitenaf. Ja, dat is fijn. Dan hoor je dus ook niet dat de mensen op straat schreeuwen: hoezo ga je dubbelglas vervangen door 3-dubbelglas? Het was toch al redelijk goed geïsoleerd? Kun je niet beter concentreren op huizen die nog enkel glas hebben? Wij zijn nu dingen die toch al redelijk goed zijn aan het perfectioneren. En dat is niet de snelste manier om een verschil te maken. En dat zeg ik niet alleen. Het ministerie van Economische Zaken heeft laten uitrekenen hoe je in woonhuizen zoveel mogelijk uitstoot kunt besparen. Ze hebben gekeken naar een investering van een vast bedrag en de vraag was: kun je met dat geld beter B-label woningen verbeteren tot A-label of C-woningen tot B-label, etc. En wat blijkt? Een tabel. En daarin staat dat je de grootste besparing behaalt door de slechtst geïsoleerde huizen aan te pakken. Dus woningen met F-label naar E brengen of E-label naar D. Dat schiet het meest op. En het minst efficiënt is om al dat geld uit te geven om een klein groepje huizen met een C-label, die hebben dus al dubbel glas, helemaal energie-neutraal te maken. En dat is ook wel logisch, hè? Als je wilt dat Nederlanders minder zwaar worden, dan kun je beter eerst de mensen tegenhouden die elke dag een hele slagroomtaart eten, dan de mensen die nog iets te veel halvarine op hun volkoren cracker smeren. Kijk, dit zijn wat willekeurige huizen in Nederland. Sommige hebben een A-label, die zijn goed geïsoleerd. Maar sommige hebben label F, daar kun je net zo goed buiten gaan zitten. En dit is hoeveel CO2 ze op dit moment uitstoten. En het mooiste is uiteindelijk alles naar nul. Maar dat kan niet meteen. Dus je moet bedenken wat je het eerst doet. En Nederland heeft dus bedacht om eerst een deel van die huizen, die al best wel lekker gingen, helemaal naar nul te brengen. Maar dat is dus in de praktijk niet echt naar nul, want ergens anders moet dan alsnog biomassa of gas worden verbrand. En het idee is dat je dan ooit genoeg groene stroom hebt om ook die uitstoot weg te krijgen, maar tot die tijd blijf je CO2 uitstoten en blijft de aarde dus steeds sneller opwarmen. Maar je boekt dus veel meer winst als je de slechtst geïsoleerde huizen gaat isoleren. Want isoleren moet toch. En het werkt meteen. Met betere isolatie gaat bij al die huizen meteen de uitstoot omlaag. Dat is ook voor Groningen het beste, want je bespaart dus direct aardgas. En tegen de tijd dat er genoeg groene stroom en alle huizen zijn geïsoleerd, dan installeer je overal warmtepompen en dan draai je de gaskraan dicht. Dus wat we nu moeten doen is naast experimenteren met nieuwe technieken in proeftuinen en zo,
vooral zo snel mogelijk heel Nederland isoleren. Steek die maar in je proeftuin, met alle respect. Dit was Zondag met Lubach. Heel veel bedankt voor het kijken. Veel plezier met je week en tot volgende zondag. Vond je dit een leuk filmpje? Je bent helaas niet de enige, dus wees er snel bij en score nu een abonnement op dit kanaal, zolang de voorraad strekt. Dat is best wel lang. Klik hier.